Dit is de F1 Vandaag van woensdag 5 juni. Mijn naam is Sebastian Bakker en met mij in deze uitzending GP-blog hoofdredacteur Tim Kraai en F1-purist Grandor Bronckhorst. Mannen, nou het is zover hoor. Het nieuws waar we allemaal op hebben gewacht. Sergio Perez heeft zijn contract verlengd bij Red Bull. Of Red Bull verlengt het contract met Sergio Perez. Na een aantal artikelen te hebben gelezen op de website, zag ik een column van Ludo. En ja, ik wil eigenlijk beginnen met deze vraag. Is het een gebrek aan lef van Red Bull om geen andere coureur naar voren te schuiven? Ja, eigenlijk wel. Dat is dat kunnen we wel stellen. Ja, ze kiezen hier echt voor zekerheid. Ergens is het wel begrijpelijk. Hè? Ze willen consistentie, ze willen rust in de tent. Maar dat gaat vooral over dingen die naast de baan gebeuren. Want op de baan is Perez consistent heel veel langzamer dan Max Verstappen. En op basis van zijn prestaties op de baan kan hij dit niet hebben verdiend. Ja, en ik denk dat Ludo eigenlijk ook wel een goede hoek wat dat betreft vond. In de zin van dat het natuurlijk wel een beetje... niet een beetje, gewoon compleet contra is aan waarvoor Dietrich Mateschitz heel het Red Bull Racing F1 team heeft opgericht. Namelijk toch wel met als doel om talenten, zoals eigenlijk Red Bull in heel veel sporten natuurlijk doet, om talenten een kans te bieden op het hoogste niveau van de sport, waar natuurlijk ook die hele Red Bull Academie voor is. Hè? Daar investeren ze flink in jonge talenten om die in Formule 4, 3 en 2 te laten racen. Daar zit zoveel geld in. En als je dan volgens een Perez nu toch wel weer een 2-jarige deal geeft. Nou, daar gaan we het zo nog wel langer over hebben. Maar 34 jaar. Kijk, weet je, hij was natuurlijk eigenlijk een beetje als tijdelijke oplossing. Albon was nog niet zo ver. Gasly bleek nog niet goed genoeg. Maar je hebt nu een Tsunoda. Die heeft 4 jaar opleiding V-Carb gehad. AlphaTauri. Die opleiding zou nu compleet moeten zijn om hem in die Red Bull te zetten. En ja, ik heb al vaker gezegd. Volgens mij zal Tsunoda het niet heel veel slechter doen dan Perez. En hoort het wel een beetje bij het lef karakter van Red Bull om dan Tsunoda door te schuiven. Ja, het is overduidelijk dat ze wel een beetje bang zijn geworden door hoe Albon en Gasly eigenlijk allebei geknakt zijn onder die druk. En ze waarschijnlijk is hun inschatting dus dat Tsunoda niet tegen die druk kan. En ja, ik vind dat toch wel opmerkelijk. Het is natuurlijk ook een enorme disqualificatie van met name Tsunoda. Om dan te zeggen, ja, we slaan hem maar helemaal over. En ergens is het ook wel begrijpelijk. Hè? Tsunoda is natuurlijk heel erg omarmd door RB. En kan daar dus ook wel relatief in de luwte het ineens best wel goed doen. Maar het is met name voor hem best wel pijnlijk dat Perez mag blijven flateren. En ja, je vraagt je ook een beetje af hoe zo'n Albon zich hier naar kijkt. Ja, die denkt toch ook van ja, ik moest eigenlijk binnen een half jaar iets langer al weg. En Perez die mag maar blijven flateren. Want ja, het is gewoon best een brokkenpiloot in de afgelopen jaar. Als je alles bij elkaar optelt, wat Perez allemaal heeft kort gereden. Dat is een flinke kostenpost. Nou, kijk, weet je, we hadden natuurlijk in de groepchat van GP-blog, zei er ook al een paar van, nou, de timing zou wel heel raar zijn. Maar goed, we wisten natuurlijk al wel langer dat het eraan zat te komen. Hè, dat dit eigenlijk een kwestie van tijd was dat Perez zou gaan bijtekenen. Maar inderdaad is de timing natuurlijk bizar. Ook in het statement van Horner, die zegt van ja, hij heeft nu niet zijn beste fase. Dat je denkt van ja, is dit dus inderdaad het moment om hem langer vast te gaan leggen? Maar ja, uiteindelijk, kijk, Albon had een half jaar AlphaTauri of Toro Rosso erop zitten en werd in die wagen geflikkerd. Gasly had een jaar Toro Rosso erop zitten, werd in die wagen geflikkerd. Dat die er nog niet klaar voor waren, was enigszins te begrijpen. Van die twee zou je zelfs kunnen zeggen dat ze veel te vroeg bij Red Bull Racing werden neergezet. Ja, 4 jaar de tijd, weet je, dat is op een gegeven moment wel een punt dat je zegt van ja, dan heb je wel genoeg ervaring. En ja, Marco heeft achteraf natuurlijk van Albon ook vaak genoeg gezegd van ja, eigenlijk hadden we daar misschien wel ietsjes langer mee moeten wachten, zoals je hem natuurlijk hebt zien ontwikkelen bij Williams. Ja, ik denk dat ze straks hetzelfde gaan zeggen van Tsunoda als die straks naar een Haas of een Audi gaat. Ja, over 1-2 jaar zeggen ze, hadden we dat maar gedaan. En dat vind ik het meest schijnende, dat het gewoon wel ergens een gebrek is aan lange termijn planning. Weet je, Perez wordt er nu ingezet. Maar uiteindelijk wil je als team het beste coureursduo hebben. En vaker gezegd, je hoeft niet een rivaal van Verstappen te hebben, maar je moet wel de best mogelijke tweede coureur hebben. En ja, hoe je het nou wendt of keert, Perez is slechter dan Sainz, de tweede coureur van Ferrari. Perez is slechter dan de tweede coureur van McLaren, Oscar Piastri. Is slechter dan de tweede coureur
van Mercedes, zullen we zeggen Lewis Hamilton. Dus weet je, dan heb je ben je het vierde team in de rij qua tweede coureur. En dan kan je met afstand de beste eerste coureur hebben. Maar ja, je hebt ze alle twee nodig als het in het kampioenschap spannend wordt. Zeker bij de constructeurs. En ja, ik denk dat ze die pijn wel gaan voelen. En dat ze gewoon niet op tijd voorgesorteerd hebben om een jonger iemand, een sneller iemand daarnaast te zetten. Zoals een Albon, zoals een Sainz, ofwel een Tsunoda. Daar hebben ze gewoon niet genoeg op voorgesorteerd. Ja, Tim, wat je zegt, de naam Sainz, die noem je daar. Ik heb in de afgelopen dagen, eigenlijk de afgelopen 24 uur, best wel wat dingen gelezen. En dat vond ik wel interessant. Want er zou sprake zijn van een situatie waarin Helmut Marko, toch wel de oren naar had om Carlos Sainz naast Verstappen te zetten. En het verhaal dat achter de schermen gaat, en verbeter me alsjeblieft, als ik het helemaal fout heb, dat Checo in het afgelopen half jaar behoorlijk loyaal zou zijn geweest aan Christian Horner tijdens die hele saga die zich heeft afgespeeld. En zodoende eigenlijk een beloning heeft gehad voor zijn loyaliteit. Ja, dat zegt natuurlijk, als dat waar is, ook wel heel veel over die machtsstrijd die gaande was binnen Red Bull. En ja, hoe de verhoudingen nu liggen. Ja, maar kijk, weet je, de handtekening van Perez is gewoon een heel duidelijk signaal. Wat we natuurlijk eigenlijk al wel weten. Horner heeft de macht in handen. En daar hebben we nu eigenlijk al sinds januari hebben we daar natuurlijk over gehad. En dit is gewoon een heel duidelijk signaal. Marko en Red Bull Oostenrijk hebben niks meer te vertellen. Want Marko wilde, Sainz, daar zijn inderdaad wat verhalen over. Maar Marko is ook heel groot fan van Tsunoda. Die had hem ook willen doorschuiven. Marko wilde Ricciardo er al uit. Ja, we weten wie een groot fan van Ricciardo is. Ik durf mijn geld ook wel te zetten dat Ricciardo gewoon weer een contract krijgt voor volgend jaar bij V-Carp. Weet je, dat je een coureur van 35 in dat juniorenteam hebt. Dus ja, Horner heeft nu duidelijk de touwtjes in handen. Hij heeft natuurlijk gewoon de steun van die Thaise eigenaar, die nu ook sportief gezien sinds het overlijden van Matesic het voor het zeggen heeft. Ja, en Horner trekt daarin zijn eigen plan. Hij is altijd voorstander geweest van Perez. Heeft Perez heel lang ook verdedigd. Perez heeft dat andersom inderdaad in het afgelopen half jaar gedaan, waarin hij continu achter Horner is blijven staan. Wat Kamp Verstappen natuurlijk overduidelijk niet heeft gedaan. En daar is hij misschien wel voor beloond. Misschien heeft Horner daarom nu wel gezegd van, ja, weet je, ik weet dat ik op jou kan bouwen, jou kan vertrouwen. Ik hou jou in het team. Alleen, ja, ik denk dat dat wel ten koste gaat van de sportieve prestaties. Ja, en het is natuurlijk een enorme liability voor Horner. We hebben het afgelopen half jaar hebben we het er al best wel vaak over gehad, dat Horner heeft heel erg persoonlijk Ricardo in die RB gezet. Die presteert niet fantastisch. Dat zorgt ervoor dat zijn positie ook toch enigszins erodeert. Hè? Dat maakt het iets wankeler. Perez presteert ook vrij slecht. Dat kunnen we natuurlijk wel stellen. Ziet er niet naar uit dat binnenkort enorm gaat veranderen. Wat voor effect gaat dat op de middellange termijn op de positie van Horner hebben? Daar durf ik mijn hand nu niet voor in het vuur te steken. Want als Perez blijft flateren, zoals hij het afgelopen paar races heeft gedaan, ja, dan wordt de positie van Horner daar echt niet sterker van. Dus het is een beetje een gok van hem ook. Nee, en ik denk dat zijn positie staat ook gewoon natuurlijk mega onder druk. Kijk, zijn Red Bull Powertrains, dat is ook zijn project. Dat heeft hij er uiteindelijk doorheen weten te drukken bij Matesic. En veel mensen staan erachter, hè, binnen Red Bull Racing. Begrijp me niet verkeerd. Maar ook dat is zijn project. Ook daar zijn twijfels over. Dus er zijn nu best wel wat stukken waarin hij een hele duidelijke keuze heeft gemaakt. Hij maakt nu een hele duidelijke keuze van mensen die dicht bij hem staan. Maar ja, ik vind persoonlijk, ik ben het daar wel echt met Ludo eens, dat hij wel echt compleet tegen de lijn van Matesic ingaat, tegen het hele idee van Matesic ingaat om te kiezen voor jong talent. En te kiezen voor het geven van kansen aan atleten, om het maar even breder te trekken. Ja, vind ik daar dit niet in passen. En nogmaals, Tsunoda had die overstap gewoon echt wel verdiend binnen Red Bull Concern. En ik denk toch ook een beetje terug aan een podcast die we eind vorig jaar, begin dit jaar hebben gemaakt over Horner, hoe Horner eigenlijk Red Bull personificeert.
daarin bespraken we ook heel erg sterk dat die filosofie van Red Bull is altijd vol op de aanval gaan. Altijd innovatief durven zijn, maar ook een beetje opportunistisch durven zijn. Altijd de volgende stap maken door juist aan te vallen. En dit is eigenlijk best wel een trendbreuk ten opzichte van die filosofie die wij juist zo ontzettend prezen toen de tijd aan Red Bull. Dus ik echt een hele opmerkelijke keuze. Ook al valt er wel iets voor te zeggen. Het is geen Red Bull keuze. Nee. Hey, voordat we zo weer verder gaan, even gaan hebben over het contract en ook wat dat teweeg heeft gebracht in de, vooral onder de fans. We hebben het net echt, V-Carb werd al genoemd. Ja, als je dat hele rijtje van, wie is nou echt de grootste verliezer in dit geheel? Want de winnaar is overduidelijk in deze situatie. Wie is de grootste verliezer? De sport. ik heb het ook een beetje op papier gezet. Wat mij betreft indirect ook wel Verstappen. Kijk, qua rijdersmarkt is het Tsunoda. Want die moet gewoon eigenlijk op zoek naar een andere plek. En voor hem is de deur dicht bij Red Bull. Ricciardo enigszins, weet je, die had een grote droom om terug te keren bij Red Bull Racing. Kan dat voorlopig ook vergeten. Al heeft hij daar ook totaal geen recht op basis van de prestaties. Maar in mijn ogen voornamelijk Verstappen. Want ja, die wordt toch ook wel gewoon in de steek gelaten. Kijk, het is de afgelopen jaren heel duidelijk gebleken Verstappen er eigenlijk alleen voor staat. Hij heeft er vaak genoeg ook over gegrapt dat hij in zijn eentje wel de constructeurstitel zou gaan winnen. Maar nu lukt dat niet meer. Hij heeft iemand nodig die met hem die constructeurstitel binnen gaat slepen voor Red Bull Racing. En eigenlijk ook wel voor de coureurstitel van Verstappen. Want ja, op het moment dat Perez elke keer achtste staat of zevende of zesde, kan Perez strategisch ook niet helpen. Neem Imola als voorbeeld. Uiteindelijk die McLaren's natuurlijk door een gridstaf uit elkaar werden geslagen. Maar hadden daar Norris en Piastri allebei achter Verstappen gezeten, had ik nog maar moeten zien of Verstappen die race had gewonnen. En dat soort situaties ga je des te meer krijgen en des te vaker krijgen nu al die teams zo dicht bij elkaar zitten. En ik vind dat Horner daarin gewoon tekortschiet. En niet inziet dat Perez eigenlijk in de afgelopen 4 jaar... weer 2021, beste voorbeeld, hè? Verstappen wordt wereldkampioen bij de coureurs. Maar Red Bull pakt niet de titel bij de constructeurs. Waarom? Omdat Perez minder presteerde dan Bottas. Hij heeft wat stapjes gemaakt. Maar ja, nogmaals, je ziet nu ook, beide Ferrari's staan voor hem in het klassement. Terwijl dat de Red Bull gewoon een betere wagen is. Hij is gewoon niet zo goed als de tweede coureurs bij die andere teams. Nee. Ja, en wat de kracht van een hele goede tweede coureur kan zijn, dat hebben we inderdaad in 2021 gezien. Hè, waar Max Verstappen constant tussen twee van die zoemende Mercedes en moe van zich af moest slaan alsof het vliegen waren. Konden zij best wel comfortabel hun strategieën zo bouwen dat ze hoe dan ook Verstappen dwars zouden kunnen zitten. Als een Perez niet in de buurt rijdt althans. En dat hebben we toen de tijd gezien. En dat gaan we dit jaar echt wederom weer zien vaker. Dat weet ik 100% zeker. En volgend jaar dus ook. Ja, ik zat te denken, persoonlijk bij verliezer, ja, Verstappen inderdaad, als je het zo de situatie bekijkt. Maar ik vond Liam Lawson eigenlijk ook wel een hele grote verliezer in dit geheel. Dat is toch iemand die zich committeert aan een bepaalde filosofie van Red Bull. Ja, en je ziet nu eigenlijk wat zijn beloning is geweest. En zeker als je kijkt naar het voorgaande seizoen, wat hij heeft laten zien. Ja, als nu de uitkomst inderdaad is, Ricciardo blijft zitten, Tsunoda blijft ook maar zitten. Ja, is natuurlijk bijzonder zuur voor zo'n talent dat hij daar gewoon vast zit. Ja, niet helemaal mee eens. Kijk, weet je, hij heeft zelf ook gewoon simpelweg niet genoeg gepresteerd om 100% recht te hebben op dat F1 zitje. Want dan had hij gewoon kampioen moeten worden in de Formule 2 en niet derde worden nipt voor Logan Sargeant, die zijn teamgenoot was. Hè. Dat is niet een mega visitekaartje geweest. Hij heeft een goede indruk gemaakt bij zijn F1 debuut. Ben ik zeker met je eens. En hij had dat zitje van Ricciardo verdiend. Maar ja, Ricciardo heeft nou eenmaal zijn marketingwaarde en daar is voor gekozen. Ook mede door, met een hele belangrijke stempel van Horner natuurlijk ook. Maar ik denk dat zijn kansen misschien alleen maar zijn toegenomen. Want voor Tsunoda is nu heel duidelijk de deur dicht bij Red Bull Racing. Die is in gesprek met andere teams. Ik acht de kans vrij groot op basis van de dingen die ik heb gehoord dat Tsunoda ofwel naar Audi nu nog steek, of Haas gaat. Dus dan komt daar een plek vrij en die plek kan er dan zijn voor Lawson. Maar aan de andere kant, Isaac Hadjar, 2 hoofdraces al gewonnen in de Formule 2, werd 2e in Monaco in de hoofdrace, staat 2e in het Formule 2 kampioenschap uit mijn hoofd. Ook een Red Bull talent. Dus ja, als die deze lijn doorzet, dan moet Lawson alsnog vrezen. En dan ligt het gewoon uit zichzelf.
En Monaco ook nog maar nipt verloren. Hè? Dat was alleen maar door die maffe safety car situatie. Anders had hij die ook gewoon gepakt. Maar, zeker. Ja, interessant. Ja, Hadjar, ik had er nog niet zo over nagedacht. Het zou zeker het zal de naam kunnen zijn. En ja, laten we eerlijk zijn, Tsunoda. Het zou wel goed zijn voor hem ook om een stap te maken. Dus ja, en we hebben het eerder gezegd. Honda zal misschien hem wel mee willen nemen. Goed, next. Of eigenlijk weer even terug. Het nieuwe contract. Er was wel een bepaalde vage uitspraak van Christian Horner in dat persbericht, hè, Tim. Waardoor het nou toch niet helemaal duidelijk is van, ligt hij nou 2 jaar vast? Of is het een 1+1 deal, waardoor er eens een optie is voor 26? Begint te lachen. Ja, er is niet per se twijfel. Het is wel vrij duidelijk. Kijk, Red Bull Racing communiceert heel erg in dat persbericht. 2026, 2-jarige deal. Perez noemde het ook. Ik mag nog in 25 en 26 bij Red Bull Racing rijden. Alleen ja, inderdaad, 1 zin van Horner viel al direct op. Die namelijk zei, we bevestigen de drivers line-up voor 2025. Ja, zo'n persbericht, daar wordt een hele dag over gedaan. Dat gaat door 6 miljoen handen. Elk woord, elke letter die daar staat, daar is 16 keer naar gekeken. Dus dat is niet iets wat onbewust gebeurt. Er gingen sowieso al verhalen dat het zou gaan om een 1+1 deal. En vanuit Red Bull perspectief maakt dat ook gewoon, is dat ook gewoon heel logisch. Weet je, dat is natuurlijk met Hamilton ook gebeurd. Die hadden allebei de optie open dat ze na een jaar konden besluiten om weg te gaan. Nou, Hamilton heeft daar dankbaar gebruik van gemaakt. En nu lijkt er ook sprake van. Het is ook niet iets dat wordt ontkend door Red Bull Racing. Ik heb daar navraag naar gedaan. Dat ontkennen ze niet. Ze zeggen dan, het is een deal van 2 jaar. Ja, ik zie het persbericht, maar de deal zit iets anders in elkaar en dat wordt niet ontkend. Dus dat zegt eigenlijk genoeg. Goed, we gaan door. Perez later voor wat het is. Afgelopen week brachten we het nieuws naar buiten dat Verstappen dus volgend jaar niet in die Mercedes zal gaan rijden. Volgens mij is er bij GP-blog, Tim, specifiek door jou, ook gekeken naar de situatie bij Mercedes. En ja, wie zou dan dat zitje daar kunnen gaan opvullen? Nou, ik denk zeker gezien de Perez-situatie natuurlijk, er gaan nu heel veel verhalen rond. En inderdaad was dat een van onze meest gelezen artikelen op de website. Dus blijkbaar is het wel iets wat men wil weten. En namelijk, hoe staat het nou voor bij Mercedes? Want Verstappen was de topprioriteit, heeft Toto Wolff geen geheim van gemaakt. Maar wie dan wel? De allereerste ogen gaan weer gericht op die Antonelli. Waar Toto Wolff eigenlijk gewoon lang op wil wachten. Maar er zijn toch wel twijfels of hij natuurlijk al volgend jaar klaar is om in de Formule 1 te stappen. Mercedes heeft wel een probleem, want Williams is eigenlijk al overgeschakeld. Die heeft nog gekeken naar Antonelli, maar die is nu in gesprek met Bottas, is in gesprek met Sainz. En die lijken toch wel voor een ervaren optie te gaan kiezen in plaats van voor Antonelli. Dus het is wel zo, als Mercedes Antonelli niet neemt volgend jaar, heeft Antonelli geen zitje in de Formule 1. Dus er komt wat meer druk op Mercedes om die keuze te maken. En dat zie je natuurlijk ook aan de tests. Ze hebben heel veel tests met hem gepland. En we hebben het vorige keer al gehad over de niet-shootout. Je moet niet zeggen dat het een shootout is. Tussen Russell, Mick Schumacher en Antonelli. En ik denk dat het voornamelijk tussen Schumacher en Antonelli zal gaan. Dat ze die test gewoon continu gebruiken om te kijken hoe Antonelli zich verhoudt ten opzichte van iemand die al 2 jaar Formule 1 ervaring heeft. Blijkt Antonelli aan het eind van het jaar nog niet in staat om dat niveau aan te tikken of beter te zijn, kunnen ze Schumacher een jaar in die wagen zetten. En op het moment dat Antonelli wel goed genoeg is, dan zet ze hem gewoon in de wagen. Ik denk dat ze neigen naar het laatste. Schumacher is nu ook in beeld bij Alpine voor volgend jaar. Hij heeft daar wel serieuze gesprekken en is zelfs in beeld om, wat ik laatst ook al noemde, om Sargent op heel korte termijn te gaan vervangen bij Williams. Die zijn laatste races aan het rijden lijkt. Oeh. Hey, maar je hebt het steeds dan over 1-jarige deal. Ja, ik proef daar zitten dan dus toch nog mogelijkheden in 26. Iets waar we het de afgelopen periode toch nog wel veelvuldig over hebben gehad. En ook, nou ja, in het vorige onderwerp Verstappen. Ja, liggen daar dan toch nog kansen voor nog een mix-up in 26 met oog op de nieuwe reglementen? Ah, kijk, die optie houden ze natuurlijk open. Dat is heel duidelijk. Wolff is gewoon bezig met het binnenhalen van Verstappen. Die kwam natuurlijk een beetje op een presenteerblaadje door de onrust bij Red Bull Racing. Hij had de hoop om al voor 25 binnen te halen. Nou, dat gaat niet lukken.
voor 26 zal dat nog steeds de target zijn. Het contract van Russell loopt natuurlijk gewoon af aan het eind van 2025. En op die manier probeert Wolff zijn opties open te houden. Omdat Mercedes voor 26 natuurlijk wel een heel interessant pakket heeft. Kijk, in 25 gaan ze geen races winnen, heel waarschijnlijk. 26, ja, hebben zij wel ervaring met het ontwerpen van een nieuwe motor voor nieuwe reglementen. Zijn zij daar best wel goed in gebleken. Moeten ze wel weer even laten zien dat ze ook een goede wagen kunnen ontwerpen. Maar ja, weet je, dat is natuurlijk nog steeds een interessant project. Waar er bij Red Bull nog steeds wel vragen zijn over Red Bull powertrains. Over het vertrek van Adrian Newey, of dat goed genoeg kan worden opgevangen. En staat het nog steeds gewoon open dat Verstappen uiteindelijk alsnog bij Mercedes terechtkomt. Maar het gaat niet in 25 al gebeuren. Mannen, dan laten we de rijdersmarkt even voor wat het is. Want we hebben een speciale beller die live in de uitzending komt. Helemaal vanuit Canada. Laten we eens even gaan kijken. Goed, Thierry, bedankt. Leuk dat je ook even tijd voor ons maakt om zo met dat tijdsverschil, hoewel dat volgens mij wel in jouw voordeel werkt, even inbelt. Jij zit nu in Montreal. Hoe is het weer daar? Ja, het weer is nu nog echt fantastisch. Het is nu, het zal de afgelopen dagen echt wel bijna tropisch, maar het wordt de komende dagen wordt het wel echt een stuk minder. Wordt bijna 80% over de hele stad wordt er regen verwacht. Eigenlijk tot en met zondag, en daarna wordt het eigenlijk weer helemaal mooi. Dus nou, eigenlijk voor de race is dat denk ik super leuk eigenlijk wel. Want Canada en regen, dat heeft in het verleden ook al bij zo'n spectaculaire race gezorgd. Dus ik kijk eigenlijk stiekem al naar uit, ondanks dat ik geen onsjammer meer heb. En Thierry, jij bent. Kun je eens vertellen wat je daar gaat doen de komende dagen? Nou ja, ik ga van jullie straks verslag doen. Een beetje de rol van Pim gaat overnemen. Ik ben nu onderweg ook de postpas ophouden, dus ik ga de quote serven. Maar wat wel leuk is aan Montreal, het is eigenlijk een soort van Zandvoort begint het hier te worden. Want dat racen leeft hier echt enorm. Ik heb helaas een plek waar ik nu sta geen voorbeeld. Maar echt overal zie je gewoon cafés die om te over in een racecafé met vlaggetjes, alles erop en eraan. Overal zijn evenementen. Dus het is wel echt een gekke stad om omheen te gaan als je echt Formule 1 liefhebber bent. Want dat zet hier wel echt uit. En zie jij dan ook veel standbeelden van Lance Stroll daar en vlaggen en petjes en shirts van Stroll? Hoe worden die gesupport? Stroll niet echt, maar ik heb wel een grappige anekdote. Ik was van de week echt in the middle of nowhere bij een tankstation. Ik geloof ergens 80 kilometer buiten Montreal. En ik kom naar binnen om te betalen voor mijn tank. En je raadt het nooit, daar staat gewoon een levensgroot kartonnen bord van Max Verstappen. Dus zelfs hier in Canada is hij nog steeds, lijkt hij de populairste coureur te zijn. Maar dan wil ik dan toch even iets met je factchecken daar, Thierry. Want ik kreeg vanochtend van Aston Martin een persbericht binnen. En daar werd Lance Stroll flink aan de tand gevoeld. Die zei, en wat hij daar zei, hij is, there's nothing quite like the support I get from Canadian fans. There's always this buzz and the energy in the air that pushes me on the track. It's such an incredible feeling. Ja, dus hij voelt het wel. Hij heeft echt het gevoel dat hij met vleugels rijdt daar. Maar jij onderschrijft dat dus even niet. Ja, dat klopt volkomen. Volkomen. Iedereen draagt hier Lance Stroll echt op handen, zeg maar, gewoon uit circuit toe bijna. Het is wel interessant op zich. Lance Stroll, goed, ik ken allemaal zijn reputatie. Hij zal vast populair zijn onder een paar mensen, maar het gros komt hier wel toch echt voor het racen zelf. En dat vind ik wel echt cool. Kijk, dat is mooi nieuws. Hey Thierry, bedankt voor het inbellen. Ben je er vrijdag weer bij in de uitzending? Of wordt dat lastig met de races? Ik ga mijn best doen. Als ik niet ondergeregend word, dan is daar een mogelijkheid voor. Maar jongens, anders voor nu nog succes en vrijdag ook. En geniet ook van de race daar, zou ik zeggen. Yes, dankjewel. En succes met het uitzoeken van de regenjas. Dankjewel, hoi. Hey mannen, vrijdag gaan we verder een deep dive doen in de Grand Prix van Canada. Maar nu goed, allereerst even. Het weer zag er nu nog goed uit. Maar het lijkt alsof de hel daar gaat losbarsten qua weer. Regen, Canada, ja, dat kan toch niet anders dan een hele mooie race gaan worden? Canada is altijd een heerlijk weekend natuurlijk om naar uit te kijken. En er is ook wel meer dan genoeg. Hè? Want Red Bull, die dominantie, die is natuurlijk wel heel erg tanende. We hebben ook wel gezien dat dit circuit niet per se heel erg Red Bull ligt in hoge curbs. En is het weer zo hobbelig als vorig jaar? Dat zijn wel vragen die wel boven de markt hangen. Dus ik heb eigenlijk nu al wel heel veel zin in die voorbeschouwing voor vrijdag.
Ja, en her en der ook wel wat aanpassingen gedaan aan het circuit. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat er weer uitziet. Dus ik hoop dat Thierry dat ook nog een beetje mooi in beeld kan brengen. En wat je zegt, kijk, die kampioenschapsstrijd, die is nu gewoon opeens spannend. McLaren en Ferrari erbij. Dit is, kijk, je krijgt dat Spanje, Oostenrijk, Silverstone. Dan verwacht je wel dat Red Bull toch nog wel een maatje te groot is voor die twee. Dus dit is nog wel het weekend waarin de McLaren's en Ferrari's van deze wereld kunnen schitteren. En ik denk voornamelijk McLaren hier, omdat je toch die hoge snelheden hebt. Dus ja, zonder al te veel weg te geven van de voorbeschouwing die we vrijdag gaan doen. Ik kijk er wel naar uit. Mooi man. Nou, ik heb er nu al zin in. Ik heb zin in het weekend. Ik heb zin in de voorbeschouwing. Ik heb er gewoon eigenlijk überhaupt weer zin in. Naar wat ik vond toch wel een beetje een saaie Grand Prix van Monaco. Ook al zijn jullie het daar niet mee eens. We gaan hem hierbij afsluiten. Bedankt voor jullie aanwezigheid, mannen. Bedankt jullie kijkers. Hierbij sluiten we de F1 vandaag van 5 juni. Aankomende vrijdag, zoals gezegd, zijn we weer terug. En misschien wel met een compleet doorregende Thierry. Tot dan.